Dit krijg ik dus elke keer nadat ik Windows 7 heb geïnstalleerd en dus updates heb gedraaid, dan geeft hij achteraf altijd foutmeldingen. Dus ja, we zijn vandaag de 18 september. Dus Chris, ja, ik heb gisteren toch nog een manier gevonden om Windows 7 te installeren. Maar om een of andere reden, ik weet niet waar het is, ik denk dat er ergens iets mis is in de controller van de harde schijf. Maar er is een probleem tussen Windows 7 en de computer. Vanaf dat je er Windows 7 op zet, dan krijg je de foutmeldingen op de harde schijf. Elke keer dat die afsluit en herstart. Dat is ongelooflijk. Dus ja, het is me dus uiteindelijk wel gelukt, hè, maar het is niet werkbaar. Ja, ik vermoed eerlijk gezegd dat die computer wel zijn beste tijd heeft gehad, of dat er een fout in zit, ik weet het niet. Dus ja, hij start nu waarschijnlijk wel terug op. Hopelijk, ja. Maar je kunt er, dus kijk hier, Windows 7. Kijk, we zijn nu 's middags.